Hey, goedemorgen. Het is alweer de derde dag van de vakantie Bijbelweek. Vakantie Bijbelweek over Daniel Henk. Laat de nood niet zakken. Wow, wat een nummer, hè? Wel, een heel leuk vakantie Bijbelweek nummer is dat. Zeker, hou vol. Hou vol van Gertjan en Hanneke Scherf. Die zijn echt heel goed, die twee, hè? Die zijn echt heel goed. Wat zingt hij ook gaaf. Ja, leuk, hè? Samen met de vakantie Bijbelweek band. Dat doen ze goed, zeg. Hey, gaan we dat nummer weer zingen? Hou vol. Hou vol. Laat de nood niet zakken. Ja, je kent hem al bijna, hè? Bijna. Je denkt dat de kinderen hem beter kennen dan jij. Ik denk het niet. Nou, weet je wat? Gaan we dat lied met elkaar zingen? Ja. En dan gaan we kijken of jij hem net zo goed mee kunt zingen als de kinderen thuis. Ik ga hard mee zingen. Oké, daar komt hij alweer. Het lied Hou vol. Hou vol, het vakantie Bijbelweeklied over Daniel. Nummer. Ja, leuk hè. Hey, weet je wat we vandaag gaan doen? Ja, een verhaal. Een verhaal over Daniel's vrienden. Daniel's vrienden? Ja, die heeft drie vrienden met moeilijke namen. Echt? Moeilijke namen. Hoe heet ze dan? Wat denk jij? Johnny, Erik en Ronald. Nee, niet Johnny, Erik en Ronald. Oh, Walter en Ratje. Nee. En Tokkie. Nee, Sadrach, Mesach en Abednego. Hoe? Sadrach, Mesach en Abednego. Dat zijn lastige namen. Dat zijn inderdaad lastige namen. En deze drie mannen, die buigen niet. Dat kan ik ook niet. Jij kan ook niet buigen. Nee, ik neem de rug, hè. Oh, je zit een stok in jouw rug. Ja, dat lukt niet. Nou, deze mannen buigen niet omdat ze geen stok in de rug hebben. Nee. Ze buigen niet voor het gouden beeld. En daar gaat het vandaag over. Oh, toch niet over dat vuur? Jawel. Dat is een gevaarlijk verhaal. Het loopt helemaal goed af. Hou noet, hou noet. Ja, hou vol. Haha. Nou, dan gaan we gauw luisteren. We gaan gauw luisteren. Die koning Nebukadnezar, die droom van dat grote beeld met dat gouden hoofd, laat hem niet los. Hij was dat gouden hoofd. Weet je wat? Waarom gaat hij niet gewoon een heel groot gouden beeld van zichzelf maken? Ja! En hij laat een heel groot beeld maken. En dat doet hij helemaal bedekken met goud. En dat beeld is 30 meter hoog. He, als je soms gaat zwemmen in het zwembad, is 25 meter. Dit is nog 5 meter langer dan het zwembad. En 3 meter breed. Echt een heel hoog beeld. En iedereen moet naar die vlakte komen. En dan zegt de koning, die zegt, als straks muziek en harpgeluid, moet iedereen knielen voor dat gouden beeld.
En op een gegeven moment gaan ze muziek maken en ze gaan trommelen. En iedereen knielt voor dat gouden beeld, behalve drie mensen. Dat zijn de bestuurders van Babel. Want toen Daniël de droom had uitgelegd, toen had koning Nebukadnezar gezegd, jij mag de bestuurder worden, de baas worden van Babel. Toen zei hij, nee, mogen mijn drie vrienden dat doen? En dat mocht dus. En die drie vrienden die buigen niet. Sadrach, Abednego en Mesach, die buigen niet, want ze geloven in de Heere God. En van de Heere God mag je niet voor een ander beeld buigen. En dan gaan mensen heel snel klikken. Oh, koning, koning, heeft u het gehoord? U heeft toch gezegd dat iedereen moest knielen voor het beeld? Ja, dat heb ik gezegd. Nou, er zijn drie mannen, dat zijn uw hoofdbestuurders van het rijk van de provincie Babel. En die buigen niet. Wat? Koning, neem ik het nezen, wat laaiend. Er komt stoom uit zijn oren. Laat ze hier komen. Ik geef u nog één kans, mannen. Als straks de muziek klopt, moeten jullie met z'n drieën buigen voor dat gouden beeld. Nee, koning, we buigen niet voor dat gouden beeld. Want wij geloven dat God ons kan redden. En als God ons niet redt, dan doen we het alsnog niet. Doe je het alsnog niet? Er komt nog meer stoom uit zijn oren. Hij zegt, weet je wat er dan gebeurt? Dan gooi ik je in de vurige oven. Laat de oven 7 keer zo heet maken. En ze hebben een hele grote oven. En die wordt heel erg heet gemaakt. Zo heet als je in de buurt komt, dat je al bijna verbrandt. En dan laat hij deze drie vrienden in de vurige oven gooien. Vastgebonden, met touwen om hun handen, touwen om hun benen, worden ze in die oven gegooid. En was dat nou? Wat is dat nou? Kan ik niet meer genezen, zijn mond valt open. Wat gebeurt daar? Er lopen 4 mannen in het vuur. Hé, hoeveel mensen hebben in het vuur gegooid? 3. Maar nu zijn er 4. Er zijn 4 mannen in het vuur. Hoe kan dat? Het is een engel. Het is een engel. Haal ze eruit. En dan mogen ze uit het vuur komen. En wat is er gebeurd? De touwen zijn los. Maar hun kleding is niet verbrand. Ze ruiken niet eens naar vuur. Koning Nebukadnezar. Zijn mond valt wagenwijd open. Jullie God is de enige God die mensen kan redden. Jullie zijn trouw geweest aan je God. Zelf ging dat tegen mij bevel in. Oh, ik laat iedereen moet het weten dat jullie God de enige God is die mensen redt. Koning Nebukadnezar denkt elke keer dat hij de baas is. En elke keer is daar God die laat zien, ik ben veel groter dan jij. Elke dag op de vakantie Bijbelweek doen we een opdracht. Een opdracht die je zelf thuis kan doen. En dan zeggen we altijd even, doe even de video op stop zetten en dan kun je de opdracht doen. En vandaag is de opdracht heel makkelijk, maar ook tegelijkertijd heel moeilijk. Straks moet je even de video stop zetten. En dan wat ik wil dat je gaat doen, is dat je dan met je rug tegen een muur aan gaat staan. Dus zoek een muur in het huis, net zoals met deze muur. En dan ga je met je billen, die moeten de muur aanraken. En je benen eigenlijk ook. Je probeert helemaal strak tegen een muur aan te gaan staan. En terwijl je billen de muur blijven aanraken, ga je proberen te buigen en je tenen aan te raken. Dat is de opdracht. De vrienden in het verhaal, die gingen niet buigen. En de vraag is, kan jij buigen als jij met je billen tegen de muur aan staat en je tenen probeert aan te raken? Lukt dat wel of lukt dat niet? En ik heb aan Ratje gevraagd of hij dat even wil inleiden. Ratje, doe jij ons liedje voor ons? Komt-ie! Wat gaan we doen? Gaan we de video stopzetten? Oké, daar komt-ie. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, nou stopzetten. Zet de video maar even stop. Stopzetten allemaal. En is het gelukt? Nee, hè? Het kan niet. Als je met je benen en met je billen tegen de muur aanstaat, kan je niet buigen. Want dan drukken je billen willen naar achter, maar dat kan niet, want die staan tegen de muur aan. En dan kan je niet ver buigen. Dat is een leuk proefje. Dat is grappig. Normaal kan je misschien wel helemaal je tenen aanraken. Of misschien wel verder kan je de grond aanraken. Ik niet hoor, ik kom maar halverwege. Maar jij komt veel verder. Maar als je je billen tegen de muur aanzet, lukt het niet. Die vrienden van Daniël, die gingen niet buigen. Niet omdat ze niet konden, maar omdat ze niet wilden. We gaan even kijken. Ratje gaat het ook thuis proberen. En ik ben benieuwd of hij wel kan buigen. Hij is zo flexibel. En vooral als we een stukje kaas bij leggen, dan buigt hij misschien wel helemaal. We gaan het kijken. Gauw nog, Ratje.
Ratje, wat ben je aan het doen? Wat zeg je? Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het kijken hoe ver ik kan buigen. En waar buig je over? Ik buig me voor deze kaas, ja. In het verhaal gingen mensen zich buigen voor een gouden beeld. Dat moet je nooit doen. Het enige waarvoor je moet buigen is kaas. Nou ja, voor de Heere God. Ik buig voor kaas. Lekker kaas, ja. Moet je kijken hoe goed ik kan buigen. Oh, ik kan heel goed buigen. Maar de bedoeling is juist dat je met je billen tegen een muur aan gaat staan. Met je billen tegen een muur aan me. Hoela! Dan kan ik toch nooit bij die kaas komen? Iedereen weet dat als je met je billen tegen een muur aan gaat staan, dat je niet kan buigen. Maar nu kan ik me wel buigen over deze kaas. Oh, ik buig me over jou. Een stukje kaas en dan ben je weg. Oh, lekker. Wat een leuke oefening. Lekker buigen over kaas. Nee, je snapt er niks van. Wat zeg je? Je snapt er niks van. Je moet juist met je billen tegen de muur aan gaan staan en dan proberen te buigen. Wat een gekke oefening. Dan kan je toch nooit bij die kaas? Ja, doei. Ik ga me wel buigen over die kaas. Ik ga buigen. Ja, zo. Ja. Jongen, die Nebukadnezar die vindt zichzelf echt heel erg belangrijk. Een heel groot gouden beeld waar iedereen voor moet buigen. Maar ja, in de 10 geboden staat, gij zult geen beelden maken en je zult ook niet buigen voor beelden. Dit was een afgodsbeeld en deze 3 vrienden, hoewel ze de machtigste mannen waren van Babel, wisten ze als we de koning een vriend houden, moeten we buigen. Maar we willen trouw zijn aan de Heer God. Het thema van deze vakantie bijweek is vertrouwen. Trouw zijn aan de Heer God zelf, al kom je dan in de problemen. Nou, deze 3 vrienden komen echt in de problemen. Ze zeggen, de Heer God kan ons redden, maar als hij ons niet redt, doen we dat alsnog niet. Wij blijven trouw wat we geloven. En dan worden ze in die vuren overgegooid, helemaal alleen. Maar weet je nou zo mooi is? Soms, hè, dan voel je je helemaal alleen, dan doe je iets goed voor de Heer God. En dan voel je je alleen en dan is daar ineens die 4de persoon. En sommige mensen zeggen het is een engel. En andere mensen zeggen het is de Heere God zelf. En andere mensen zeggen het is de Heere Jezus. Maar in ieder geval de Heere God stuurt iemand. En die is bij hen. En die laat zien, ik laat je niet alleen. Als je trouw bent aan mij, dan ben ik trouw aan jou. En dan laat ik je niet in de steek, maar dan hou ik je hand vast. En samen met mijn God ga ik door het vuur. En hier gaan ze ook door het vuur. In die oven. En God is bij ze. En er gebeurt helemaal niks. Hun kleren worden niet verbrand, ze ruiken niet naar rook. En die koning moet toegeven. Ik dacht dat ik zo machtig was, maar de Heere God is veel machtiger. En dan geeft hij zijn hele belangrijke posities in het land. En hij dwingt iedereen om met eerbied over de Heere God te spreken. Hij is zo onder de indruk. Ik vind het zelf heel erg knap van deze 3 vrienden. Ze hadden zo'n hele belangrijke positie. Ze hadden alles wat hun hartje begeerde. Ze hoefden alleen maar even te buigen, heel makkelijk even buigen. En toch doen ze niet. Ze blijven trouw aan de Heere God. Ze blijven trouw wat ze echt geloven in hun hart. En de Heere God zegt, ik blijf trouw aan jou. Vandaag in onze knutsel maken we een spinner. En dit is een spinner. Aan de ene kant zie je vuur, zie je dat? En aan de andere kant zie je de 3 vrienden van Daniël met de engel, met de Heere God die bij ze in het vuur is. En dan doen we een stokje tussen. Dus je gaat hem eerst helemaal inkleuren, dan ga je hem uitknippen, dan plak je ze op elkaar. En als je met een stokje gaat draaien, en je draait heel erg snel, dan lijkt het net alsof je, dan zie je dat die 3 mannen in het vuur staan. Dus dat is een spinner, die draaien dan heel snel en dan draai je zo en dan verschijnen ze in het vuur. Onze ogen bedriegen onszelf, want als je zo snel draait en dan lijkt ze of die mannen in het vuur zijn. Ja, dat is leuk. Dat is met een spinner. Dat gaan we doen. En we gaan net zoals altijd gaan we de video even stopzetten. En ik heb aan Tokkie gevraagd of ze dat wil doen. Dus Tokkie gaat het liedje zingen. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Oh ja, dat ging Tokkie doen. Ja, Tokkie komt er. En dan gaan we lekker knutselen. Ben ik benieuwd of jij ook zo'n mooie spinner kan maken. Tok, we gaan de video even stopzetten. Tok. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, zet maar stop. Goed zo, stop. En is het gelukt? Heb je een spinner kunnen maken? En als je hem snel draait, lijkt het dan net alsof die mannen in het vuur zijn? Ja, dan moet je echt kijken. Oh ja, ik zie het. Laat hem even zien. Ja, ik heb dan zo'n stokje, maar ik kan allemaal soorten stokjes erin doen. Een leuke spinner.
En deze vrienden die vertrouwden op de Heere God. En we gaan naar dag 3 van Walter. Walter heeft weer helemaal voorbereid. Ik ben benieuwd hoe hij het voor ons vandaag gaat aanleren. Truus gaat hem vast zeker helpen als het niet lukt. We gaan naar de verder met de Bijbeltekst. En dat heeft alles te maken met vertrouwen op de Heere God. Wow, jullie doen het zo goed, hè, deze Bijbeltekst aanleren. Spreuken 3 vers 5, ik zal nog even laten zien, hier komt ie. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan zal hij je helpen. Maar nu gaan we het heel moeilijk maken, want ik haal 5 woordjes weg. Kijk maar, nu zijn er 5 woordjes weg, zie je het? Hohoho, nu lukt het echt niet meer. Ik weet niet of jullie het kunnen. Ik weet niet of ik het kan, ik probeer het gewoon. Doen jullie mee? Vertrouw op de Heer met heel je hart. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan zal hij je helpen. Oh, dat was best wel makkelijk. Hohoho. Weet je wat we doen? We halen gewoon nog eens 5 woorden weg. Ja, nog eens 5. Dat moet zeker lukken. Of is dat te veel? We proberen het gewoon. 10 woorden weg. Dan houden we nog maar 10 over. Komt-ie? Oh, dat lukt echt niet. Oh, jullie kunnen het hoor. Ik geloof in jullie. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan zal hij je helpen. Wow, dan gaan we het morgen nog moeilijker doen. Nog moeilijker, maar jullie kunnen het. Ik geloof in jullie. Hohoho. Tot morgen. Vandaag doen we een quiz, jongens tegen de meisjes. En Teun is voor de jongens. Dat ben ik. Jongens, hij gaat winnen. En Tokkie is voor de meisjes. Tok. Wij gaan winnen, meisjes. En ik ga vragen stellen over het verhaal. Welk verhaal? Het verhaal dat we de afgelopen 3 dagen op de vakantie bijbeek hebben gedaan. 3 dagen al? Ja, heb je niet geluisterd? Ik weet alle antwoorden. Oké, de eerste vraag is voor Teun. Teun, de hoofdpersoon in ons verhaal, in de Bijbelverhaal, heet... Teun! Nee, niet Teun. Ratje. Nee, ook niet Ratje. Hij heet Daniel. Is dat de eerste vraag? De eerste vraag is Daniel. Je had een fout. Jij ook. Ze hadden allebei fout. Oké. Daniel, die komt bij een koning aan het hof. En die koning heet Tokkie... Tok, Willem-Alexander. Nee, niet Willem-Alexander. Teun. Naxida. Nee, koning Nebukadnezar. Zeg het nog eens. Nebukadnezar. Dat is lastig. Lastige naam. Ja, lastige naam. Oké, het staat nog steeds 0-0. Maar Daniel aan het hof... Voor Teun, die mag iets niet eten. Hij kiest ervoor om groente te eten. En wat eet hij niet? Chocola! Heel goed! En wat eet hij nog meer niet, Tokkie? Zaadjes! Heel goed, het is 1-1 voor jullie. 1-1 voor de jongens en voor de meiden. Yay! Ja, oké, dan gaan we gauw door. Want hij eet 10 dagen, eet ze alleen maar groente, Tokkie. En als je alleen maar 10 dagen groente eet... Tok, val je af. Ja, dan val je af. En gaat het dan beter of slechter met je? Talk, voor jou beter. Ja, voor mij beter. En voor Daniel ook, het is 2-1. 2-1? Ja, de meiden staan voor. Nog een vraag. Oké, Nebukadnezar heeft een droom. En die droomt van... Chocola! Nee, die droomt niet van chocola. Hij droomt van een beeld en het hoofd is van goud, de borst is van zilver en de voeten zijn van... Talk, kaas! Nee, niet van kaas. Had het ratje leuk gevonden? Ja, nee, niet kaas. Niet kaas, chocola. Nee, ook geen chocola. Er komt een hele grote steen en het beeld, Teun, valt om. Ja, 1-1. Het beeld valt om. 1-1, jongens en de meisjes. Dit wordt spannend. We gaan gauw naar het laatste verhaal dat we hebben gehad. Want in het laatste verhaal bouwt Nebukadnezar een heel groot beeld van goud. En Daniel heeft hoeveel vrienden, Teun? 3. Heel goed. En die vrienden, Tokkie, die zien dat beeld en die gaan dan niet... Tuigen! Buigen. Het is 2-2. Er komt straks bij de laatste vraag, voor allebei nog een vraag. En die koning, die wordt heel boos en die gooit ze in de... Chocola! Nee, gooit ze in de oven. In de oven? Met chocola? Nee, niet met chocola. En in die oven komt dan iemand hen redden. En wie komt hem redden? Ratje. Nee, Ratje komt er niet redden. Dat is een engel en die retten. En zo loopt het verhaal. Het is 2-2. Dus jullie hebben dus gelijk spel gespeeld. Dan mogen jullie allemaal evenveel straks touwtjes uit het haar van Henkie trekken. Wat gaan we doen? Ik ga het straks uitleggen. We gaan uitleggen wat de quiz is. En dan gaan we kijken wie er gaat winnen. 2-2, jongens tegen de meisjes. Oh, wat gaan we doen dan? Ik ga het uitleggen. Ik heb hier een tekening van het hoofd van Henkie.
Het lijkt een beetje op, hè? En in dat hoofd zitten 10 haren. En wat gaan we doen? Ze mogen allebei mogen ze er 5 uittrekken. Het is gelijk spel geworden. Jongens tegen de meisjes, evenveel punten. Dus ze mogen er 5 uithalen. En degene met de kortste haar is de winnaar. Dat lijkt me het makkelijkst. Het is makkelijk om te kijken wat het kortste is dan te langst. En als eerste mag Tokkie beginnen. Tok, wat ga ik doen? Je mag 1 van deze haren uit het hoofd halen van Henkie. Dat is zielig, Tok. Nou, kies maar eentje. Ik kies deze, Tok. Tok. Is dat het kortste? Nou, hij is wel kort. Dat is de winnaar, Tok. Nou, dan mag nu Teun. Hallo, wat gaan we doen? Je mag een haar uit het hoofd van Henkie trekken. Oh ja, deze gele. Zo, is dat de winnaar? Nou, die is wel heel lang. Die is langer dan die van Tokkie. Het gaat om de langste. Nee, het gaat om de kortste. De kortste? Oh-oh. Nou, dus Tokkie weer aan de beurt. Ja. Tok, ik ga de kortste kiezen. Deze. Oh, die is kort. Die is echt kort. Dat is de kortste tot nu toe. Het gewonnen. De meisjes hebben gewonnen. Nee, want er moeten nog 7. Dat is de kortste. Nou is Teun weer. Oh ja, Teun. De jongens. En? Zijn de winnaars? Nee, want de meiden staan nu voor. Echt? Ja, je moet nu een korte eruit trekken. Deze is kort. Teun, dat is niet de kortste. Ik denk wel dat de langste is. Wat zeg je? Dat is de langste. De jongens niet, hè? Nee, het gaat om de kortste. Wat zeg je? Het gaat om de kortste. De kortste? Ja, de meisjes hebben tot nu toe de kortste. Uh-oh. Op naar Tokkie. Gaat die hierin? Dat kan heel goed. Tok, hij staat voor. Jullie staan voor. Ik kies de gele, Tok. Tok, die is echt heel lang. Die is echt heel lang. Ik heb nog steeds de kortste, toch? Je hebt nog steeds de allerkortste. De meisjes staan voor. Maar er zijn er nog 5. En Teun kan ook nog. Ik denk dat de meisjes gaan winnen. Meisjes, meisjes, meisjes. Oh, de meisjes staan voor. De meisjes staan voor. Dit gaat niet goed, jongens. Wij kunnen ook. Ik kies deze. Oh, die lijkt me heel kort. Oh nee, het is niet heel kort. De winnaar! De winnaar is de kortste. Nee, de meisjes hadden nog korter. Nog korter? Dat kan echt niet, dat kan echt niet. Dit gaat niet goed. Oh, jongens. Jongens, 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 jongens. Ik vind het heel spannend. De meisjes staan voor, maar er zijn nog 4 haren te gaan. Tok, de meisjes gaan winnen. Ik kies deze, Tok. Oh, Tok. Die is echt heel kort. De winnaar is rood, Tok. Oh, Tok. Dat is echt een hele korte. Ik heb gewonnen, meisjes. Hey Teun. Ja? Slecht nieuws. Hoezo? De meisjes hebben net een hele korte gepakt. Een hele korte? Een hele korte rode. Oh, dan kies ik een korte blauwe, deze. Oh, Teun, dit gaat niet goed, Teun. Teun, dit is niet kort. Teun is super lang. Ik heb gewonnen. Dat is de langste. Het gaat om de kortste, Teun. Oh, jongens, dit gaat niet goed. Jongens, jongens, jongens. Jongens. Tok, we hebben gewonnen. Er zijn er nog 2. We hebben de kortste. Hij is wel heel erg kort. De kortste. Mag je nog eentje pakken? Ik deed een nice, ik kies rood. Nou, kies jij de rode. Tok, die is ook heel kort. Maar je hebt de allerkortste. Dit is de allerkortste. Doe maar hier voor mijn hand. Zo, die is echt heel kort. We hebben gewonnen, Tok. Gewonnen, meisjes. Gewonnen. Ik denk dat de meisjes gewonnen hebben. Maar Teun mag als laatste en er is nog eentje. Maar misschien is hij lang, misschien is hij kort. Ik weet het niet, het wordt spannend. Het is niet eerlijk. Was niet eerlijk. De meisjes hebben gewonnen. Moet je kijken, die is echt heel kort, die rode. Het is niet eerlijk. Jongens, we moesten winnen. Maar ja, we hebben nog eentje. Ja, die is heel erg lang. Ja, de rest was heel erg lang, hè? Alles is lang. Jouw schuld. Mijn schuld? Je doet al een lange erin. Nou, jij mag toch zelf kiezen? Ja,
Nou, het is jouw schuld. Het is niet mijn schuld. Dat denk ik wel. Nou, pak even de laatste. Die is echt super lang. Kijk, super. Wow. Moet je kijken. Dit wordt nog spannend. De jongens is korter. Wow. De jongens hebben gewonnen. Jongens, Tokkie, de jongens hebben gewonnen. Dit was heel spannend. De meisjes die hadden bijna de kortste, maar de jongens hebben de allerkortste. Laat ze mij even vallen. Ze hebben gewonnen! Oh, ik had gehoopt dat de meisjes zouden winnen. Weet je, vrijdag doen we een nieuwe quiz. Ja? En dan krijgt de meid opnieuw de kans. Nu hebben de jongens gewonnen. Jongens! Haha, zijn daar. Nee, je hebt nu gewoon gewonnen. Jongens, jongens, meisjes, jongens, meisjes. Oké, jongens, we gaan gauw iets anders doen. Jongens en meisjes. Ik heb hier twee sinaasappels. Ik heb een sinaasappel die gepeld is en een ongepelde sinaasappel. En deze vrienden die gingen in de vuuroven. En dat is een proefje dat je thuis kan doen. Daar heb je gewoon één sinaasappel voor nodig. En weet je wat er gebeurt? Die vrienden, die koning dacht, dit loopt niet goed af. Kijk maar. En als je deze sinaasappel in het water gooit, dan zakt die naar de bodem. En die koning dacht, haha, ik ga ze in de vuuroven gooien. Dan gaat het helemaal mis. Maar weet je wat zo mooi is? Die vrienden, die vertrouwden op de Heere God. Die vertrouwden dat de Heere God als een schil bij hem was, als een schil om hen heen was. En weet je wat nou gebeurt als je een sinaasappel in het water legt die zijn schil eromheen heeft? Moet je kijken. Die koning dacht, ze gaan verbranden, dit gaat helemaal goed aflopen. En dan blijven ze gewoon drijven. Ze werden niet verbrand, ze werden veilig, want de Heere God was als een schil om hem heen. En zo beschermt de Heere God ons ook. En dat kun je thuis doen. Je hebt wat je nodig hebt, is een soort bak met water en een sinaasappel. En dan laat je eerst zien dat de Heere God ons beschermt. Hij is om ons heen, hij is bij ons, ook in die oven. En daarna pel je hem en dan zie je dat hij naar de bodem zakt. We hebben de bescherming van de Heere God nodig. En wat je dan zo mooi is, dat de Heere God zegt, je kunt mij vertrouwen. Ik bescherm je altijd. Ja! Tijd voor het spel! Tijd voor het spel! Wat is het spel, Matthijs? Dat weet je toch wel? Ik weet het niet meer! Je weet het wel. Oh ja! Afkoelen! Afkoelen, want die vrienden van Daniel, die zaten in de vuurige oven. Maar die werden niet verbrand. Nee, geen gebrande kip. Oh, sorry, Tokkie. Nee. Geen gebrande papegaai. Oh, sorry, Teun. Oh, daar ben ik. Ja, ik zeg sorry tegen mezelf. Afkoelen. En hoe gaan we afkoelen? Waterballonnen gooien naar elkaar in de tuin. Oh, dat is heel erg leuk. Dan probeer je stil te staan en dan ga je elkaar proberen te raken. Raak gooien. Oh, Matthijs, ik kan niet zo goed gooien. Maar je kan wel heel goed nat worden. Ik hou niet van nat worden. Het is wel een leuk spel. Ja, hey, dan gaan we de video even stopzetten. Ja, dan gaan we in de tuin. In de tuin. Waterballonnen gooien, afkoelen. Afkoelen. Dat past bij het verhaal, toch? Past bij het verhaal. Oké, wat ging ik ook weer doen? Liedje zingen. Oh, Sinterklaasje. Nee, andere liedje. Oh, Sigrid. Nee, het liedje van het spel. Waterballonnen. Nee, 5, 4, 3. Oh ja. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, pauzeren. Zo, wat zien jullie er nat uit? Het is gelukt, lekker afkoelen. Hey, oh ja, wat we gaan doen nou? Ja? Oh, weet je dat? Ja, ik weet het wel. Ik ben het vergeten. Walter. Oh ja, Walter! Walter is een aardige pop. Nee, Walter gaat toch iets doen? Wat gaat hij doen? Hij gaat een mop vertellen. Oh ja, ik moet al zo lachen om die moppen. Hier komt Walter. Ho, wat een verhaal. Ga je weer een mop vertellen? Nee, wat een verhaal over die vuurige oven. Dat was zeker heet geweest daar. Dat was heel erg heet. Ho. Hé, hey, Matthijs. Ja? Weet je waarom ik altijd een autodeur meeneem naar de woestijn? Wat zeg je? Oh, ik moest denken aan iets heets. En Truus en ik, die waren een paar jaar geleden op vakantie in de woestijn. Oh, Walter met die kamelen. Oh, dat is een heel verhaal. Toen werd ik zeeziek van die kamelen. Maar toen had ik iets meegenomen. Wat had je meegenomen? Oh, wat was dat slim van jou toch? Oh, ik had iets meegenomen in de woestijn. Wat had je meegenomen dan, Walter? Een autodeur. Een autodeur? Ja, want in de woestijn is het altijd erg heet, net zoals in die oven.
Ja? En als het dan warm is, dan kon ik het raampje opendraaien. Ho, 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 ho. Oh, Walter, wat een goede grap. Oh, je bent echt een moppenverteller, Walter. Ho, ho, dankjewel, je meegedaan, hè. Je had niet echt een autodeur bij je, toch? Nee, we hadden een ventilator. Oh, dat is toch veel beter? Je kon het raampje opendraaien. Ja, ho, 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 een raampje opendraaien in de woestijn is lekker koel. Cool. Henkie, Tokkie, Teun, Walter, Truus, Ratje, Ronald en ik vinden het super leuk om deze vakantie bijweek voor jullie te maken. Normaal, hè, dan als het geen corona is, dan kan je gewoon naar een kerk of naar een tent en dan kan je een hele week vakantie bijweek doen. Maar helaas kan het nu niet. En we zaten bij elkaar in een vergadering, toen zeiden we tegen elkaar, Walter kwam met het idee, we moeten een vakantie bijweek organiseren. Ratje, leuk, als we maar niet gaan kamperen. En Henkie zei, ja, dat doen we. Dus we zijn al weken bezig geweest om deze Henkie-show voor jullie te maken. En deze vakantie bijweek. En zoals je misschien kan voorstellen, we geven het helemaal gratis, maar gratis kan ook niet. De Henkie Show is afhankelijk van donaties. Dus als jij nu thuis kijkt en denkt, ik vind het super leuk, dan kan je bijvoorbeeld als gezin lid worden van de Henkie Club. En wat betekent dat? Dat betekent dat je maandelijks de Henkie Club steunt met een klein bedrag en dan krijg je wel een verrassingspakket thuis. Ja, dan krijg je postkaart van de Henkie Club en stickers van de Henkie Club, een hele leuke deurhanger. En je maakt kans op verrassingsvideo's, dat je een persoonlijke video krijgt, die verloten we elke maand 5 persoonlijke video's onder al onze leden. En dan Henkie en Ratje en al die anderen, die maken dan een speciale video voor jou. Het hoeft absoluut niet, maar als je zegt, hey, ik wil je ondersteunen. Ik vind het een mooi project dat jullie aan het doen zijn. Zo'n vakantie bijweek voor al die kinderen thuis. Dan kun je lid worden van de Henkie Club. Dat kan hieronder. En dan help je ons om ook de komende tijd hiermee verder te gaan. Dankjewel. Hey, ho, ho. Zo, dat was goed zeg. Wat? Met die sinaasappel. Ja, met die sinaasappel. De Heere God beschermt ons. Ja. En die vrienden van Daniel, die konden op hem vertrouwen. Ja, wij ook toch? Wij ook. Hé, hey, morgen gaan we weer verder. Dan krijgen we letters aan de muur. Letters waar? Letters aan de muur. Oh, is ook een verhaal toch? Ja. Ik ga eerst dansen. Want ze gaan dansen, zegt met Hanneke. Ja, we gaan verder met leren van de Hans. Dans met Hanneke. Je zei de Hans met Danneke. Ja, ik zei de Hans met Danneke. Fout. Ja. Gaan we dit knippen? Nee, we gaan gewoon dit gaan we niet knippen. We gaan verder met de dans van Hanneke. De dans van Hanneke. Hieronder. Kunnen jullie al de dans? Ik denk het wel. Kan jij de dans? Een beetje. Kun jij de dans? Heel erg goed. Ik hou van dansen. En word je start. Tot morgen. Houd je als een vader stevig vast, zal je helpen en bevorderen.